lokaal nodig hebt om te kunnen openen. Nee, dat klopt. Ik wil bijvoorbeeld ook de media streams kunnen zien zonder dat ik... Maar dan praat je vooral over open standaard, hè? Dan praat je vooral over de gebruik van open standaard. Ik moet niet... Kijk, natuurlijk is .doc makkelijker voor heel veel mensen, maar voor mij toevallig net niet. Maar je kan het communiceren met ODF, met de gemeente. Nou, het is natuurlijk ook zo dat je zegt van jij als klant, de klanten zijn ook de medewerkers van de overheid. Ja. En volgens mij is het ook dat degene die met jou moet communiceren, moeten dat ook kunnen. En de gemiddelde secretaresse die aanneemt, kan alles met Microsoft Office. Ja, maar dat en hier werken met Open Office. Oh, help, hoe Ik kan je vertellen, ik ben gestopt. Nou ja, niet gestopt. Ik heb tijd, of ik doe ook de bestuurstafel, ik zal er zo'n wegreden, zo zeggen. En daar stuur ik met een rekenmaat naar de burgemeester en de wethouder, niet naar de burgemeester en de gemeentesecretarissen. Documenten voor een vergadering. En in het begin deed ik dat altijd keurig netjes in. Dus wij werken zelf met Open Office. En nou ja, daarna kreeg ik 50 mailtjes ongeveer van, ja, dat kan ik niet lezen. Toen dacht ik van, ja, ik ben ook geen secretaresse, daar heb ik ook geen tijd voor. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik heb dat er wel bij geschreven. Van, hierbij ontvangt u het in twee formaten. Het is tegen onze principes en tegen onze gewone zin. Maar ik denk, ja, anders ben ik 3 dagen bezig met, dat. Ik denk, ja, dan ga ik dat doen. Trouwens, ja. Over die open office implementatie. Ik vraag me eigenlijk af, wat is de stand van zaken op dat gebied rondom scholen? Want scholen is natuurlijk niet echt overheid. Klopt. Maar ik heb, uit ervaring heb ik dus, weet ik dus dat bijvoorbeeld de school die ik heb totaal niet werkt met open source. Die werkt gewoon volledig in Microsoft. En dat is. Ja, nou, scholen is een heel interessant gebied. Wat we zien is dat. Onze inzet is dat er op scholen aandacht komt voor voor open source software, want dat kinderen, moet ik zeggen, leerlingen, niet eenzijdig worden opgevoed. Hè? Want als je alleen maar Microsoft leert praten, dan leer je alleen maar in Microsoft denken. En dus waar onze focus op, ja? Mag ik in dit verband even noemen dat de ECABO, het loket ICT van het middelbaar beroepsonderwijs, ook vanmiddag om 12 uur is. Oké. Nou, prima. Maar om dat even af te maken, dus waar onze focus eigenlijk op ligt, is van doe iets aan het onderwijs. Dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat wij nu functieprofielen aan het ontwikkelen zijn. Of liever gezegd, er zijn natuurlijk heel veel functieprofielen in de ICT, van de ICT, van de ICT tot. Nou. En wat we aan het doen zijn, is eigenlijk aanvullingen maken van waardoor je die openheid. Die wat beter in die profielen terugkomt. En dat gaan wij uitventen naar de verschillende organisaties toe. Zodat dat wat meer gaat leveren. Dat is één. De andere, dus dat zijn een stimuleringsmaatregelen, zou je kunnen zeggen. De andere kant is wel dat Microsoft natuurlijk een contract heeft gesloten. Of althans, Microsoft die stelt voor een heel laag bedrag licenties aan het onderwijs ter beschikking. Ja, en dat is wel een gegeven waardoor het heel goedkoop wordt. En waardoor scholen niet 1, 2, 3 zeggen van nou dat laten we los en we gaan. Maar vallen die ook buiten de definitie van overheden? Nee, ze vallen niet buiten de definitie. Het zijn bij ons 2 sectoren, dus de sector zorg en de sector onderwijs. Die worden apart bij ons. Er is iemand die daar speciaal zich druk over maakt. Om meer te zeggen van er wordt gezegd bepaalde de overheid moet hier aan doen. Ja. Vanuit mijn werk geld zit ik in een parallel met bijvoorbeeld inkopen en Europees aanbesteden. Ja. Wij van het CWI moeten Europees aanbesteden, omdat het meeste geld dat wij krijgen is subsidie. Is subsidie, ja. Dus ook al zijn we geen volle overheid, omdat je meer dan zoveel procent krijgt, je zou diezelfde Europees aanbesteden truc natuurlijk ook kunnen zeggen over open source gebruiken. Van als je bestaat en leeft door belastinggeld, dan moet je daar ook naar kijken. Ja, dan heb je dus de openbare scholen meteen erbij. Ja, nee, maar het klopt. De scholen vallen in die zin wel onder ons stimuleringsgebied. Ja. Om meerdere redenen. Om de reden van dat ze semi-overheid zijn, dat is één. En de andere kant is vanwege het belang van als je verandering wilt teweeg brengen, dan is met dat name, met name daar. Moet je met jeugd beginnen. Ja. Nog een vraag? Ja. Binnen de overheid ligt daar ook niet een cruciale rol bij de leveranciers, toch? Want om voor de overheid te kunnen werken, heb ik al begrepen, moet je een mantelovereenkomst hebben. Ja. Er komen maar een aantal leveranciers voor een aanmerking. Je noemde net al een Vitron, als voorbeeld. Maar het zijn vaak de grotere partijen, zeg maar. En die hebben ook wel hele nauwe banden met de gesloten softwarewereld. Daar maken daar allerlei overeenkomsten bij. Dus die hebben op zich niet zo'n belang om ook software te promoten. Hoe ziet u dat? Ik zie dat iets genuanceerder. Ik denk daar waar de overheid
zet vraag in de markt. En als de overheid een vraag naar open in de markt zet, dan is het wel wijs dat leveranciers zich daar ook in verdiepen en daaraan gaan voldoen, zou je kunnen zeggen. Hè, dus, wat gebeurt dat? Ja, dat zie je in toenemende mate gebeuren. Hè. Dat is een leveranciersmanifest voor open standaarden. Hè. Dus we hebben een leveranciersmanifest, recent is dat ontwikkeld vanuit een initiatief van ons. Er zijn een aantal leveranciers die pakketsoftware maken voor gemeentelijke markten eigenlijk, voor gemeenten. We hebben dat gestimuleerd en er is een leveranciersmanifest, open standaarden. En leveranciers, er zijn intussen 35 leveranciers en ook wel de leveranciers waarvan ik zeg, nou het is wel fijn dat die het ook ondertekend hebben. En dat betekent ook dat zij zich in ieder geval committen aan het toepassen van open standaarden. Niet open source, maar wel open standaarden. En dat is wel een stap die kant uit. Even kijken hoor, want het ligt natuurlijk nog iets complexer dan op de vraag. Als je het hebt over een raamovereenkomst, want dat is eigenlijk een concrete vraag. Wat je eigenlijk ziet is dat de overheid vaak raamovereenkomsten sluit, bijvoorbeeld voor inhuur van mensen. Nou, dat staat verder los van open source software. Je ziet dat ze vaak raamovereenkomsten sluiten voor afname van softwarepakketten. Hè, dus dan is het meer een prijs. Maar je moet dat, ja, hoe moet ik dan wel even. Ja, daar kan ik een dag over toelichten eigenlijk. Dus ik kom daar graag nog een keer voor terug. Want dit is redelijk complex. Hè, dus je kan maar niet, je kan zeggen van onder invloed van de vraag van de overheid verandert ook die markt. En de overheid of de leveranciers zijn natuurlijk. Ja, zijn en dat gaat erg langzaam in de praktijk. Het gaat langzaam, ja. En ik denk dat dat een van de oorzaken is, omdat het belang niet direct bij die leveranciers ligt. Ik weet niet of het langzaam of niet langzaam gaat, maar je moet je realiseren dat de overheid heeft heel erg veel software. En de levensduur van software is best lang. Ik bedoel, als jij een financieel systeem kiest voor een financieel systeem, dan doe je daar 25 jaar mee of 20 jaar mee. En waarom doe je daar zo lang mee? Nou, omdat je je hele organisatie daar ingesteld hebt en dat je allemaal procedures hebt gemaakt. Dus de kosten van die licenties, om het zo maar even te zeggen, die zijn maar een fractie van de totale TCO. Hè. En dat is natuurlijk ook wel, en zo wordt er natuurlijk ook wel naar gekeken, zo moet je er ook naar kijken. Hè. Dus de licentiekosten zijn in een aantal gevallen echt maar fractioneel als je naar het grotere geheel kijkt. Dus het verandert en het gaat. Het heeft een tijd nodig en het heeft alles te maken met het feit dat je niet vanuit een groene wijk begint. Mag ik daar iets over zeggen? Is het niet zo simpel? Zeg maar om even terug te komen op het voorbeeld. Zoals bijvoorbeeld de overheid die vraagt om een oplossing om documenten uit te wisselen via een intranet oplossing. Ja? Dat is de vraag die wordt uitgezet. Vervolgens gaan systeemintegrators daar dan zeggen, nou weet je wat, dit is ons voorstel, dit is aan software nodig, bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld Presto of iets anders. En dit is dus aan software licenties nodig of niet nodig. Dit is aan hardware nodig, dit is aan mensen nodig. Ja. En dan heb je een mooie oplossing. Ja, klopt. En afhankelijk van de aantrekkelijkheid van de oplossing, selecteert de overheid de beste oplossing. Waar het om gaat is dat die systeemintegratoren inzien dat het voor hun. Mogelijk is om de meest aantrekkelijke oplossing voor de overheid neer te zetten. Klopt. Als ze zo'n open product gebruiken. Ja, klopt. Wat daarvoor nodig is, is één, zeg maar, hè, ten eerste is er al beleid dat bepaalde overheden bij gelijke geschiktheid zeg maar, open source vormen moeten geven. En twee is, ze moeten voldoende in staat zijn om met die open software te werken, die kunnen begrijpen, mensen hebben die daarin opgeleid en misschien wel gecertificeerd zijn. En drie, dus de software zelf moet geschikt genoeg zijn. Ja, dat snap ik. Hè. Kijk het echt vanuit de functionele kant. Wij hebben vanuit de leverancier gedaan, commercieel. Die leverancier kan ook geld verdienen met die licenties. Krijgt vaak een deel van de licentieprijs. Ja, dat is low hanging fruit voor zo'n leverancier, bij wijze van spreken, als je het vergelijkbare oplossing krijgt. Nou ja, daar zit denk ik ook een punt. Hè. Het verdienmodel is denk ik ook een van de vraagstukken. Kijk, uiteindelijk is het zo, alle leveranciers, of elk uur wat gewerkt wordt, linksom of rechtsom, er staan kosten tegenover, zou ik maar even zeggen. Dus de verdienmodellen, en ik denk ook dat daar leveranciers ook wel naar kijken.